Ja, haha. dames en heren, Ubisoft is gewoon late to the party. Maar ze komen met een battle royale game. Hij heet Hyperscape. Het is een beetje e-sports en dan weet je al hoe laat het is. Dan gaan we natuurlijk Tom bellen. En dan gaan we zeggen, Tom, uh, ja, daar is hij dan. Uh, jij gaat die game spelen. Dus jij mocht weer eens een keer uh, behind closed doors online, als het ware, om mee te doen aan een, uh, een beta. Uh, ja, we hebben codes gehad. Maar je had, je had ook alweer een drop gevangen, hè? Ja, het was net zoals bij Valorant hadden ze een dropsysteem, maar deze was niet zo moeilijk als de Valorant uh, drops. Want bij Valorant uh, moest je wekenlang wachten en hier ik had ik binnen 10 minuten bij een uh, stream al gekregen. Ja, maar goed. Um, feitelijk, jij hebt de game uh, gespeeld, uitgeprobeerd een, uh, een aantal dagen tijdens de beta. Uh, vertel even, wat is Hyperscape? Ja, Hyperscape is, zoals je kan zien, is het een hele snelle Battle Royale. Je kan het een beetje vergelijken met een Arena Shooter als. Quake. Um, mm -hmm. Het is dus van Ubisoft. Uh, het speelt zich af in een, uh, een digitale stad. Um, wat het zo uniek maakt, is dat het een hele snelle uh, battle royale is. Het wordt echt beloond om zoveel mogelijk te bewegen, te, op daken te springen. Je kan ook triple jumpen, zoals je hier kan zien, zoals ik aan het oefenen ben, hier in de uh, practice range. Um, ja, er zitten een paar unieke elementen in wat je niet bij andere battle royales kent, zoals bijvoorbeeld uh, elke keer als je hetzelfde wapen terugvindt in de, in de map, wordt die geüpgrade dus het wordt beloond om zoveel mogelijk te gaan looten, dus dan krijg je ook betere wapens ook heb je, je kan je twee wapens vasthouden en twee abilities, abilities zoals een, bijvoorbeeld een heal, die je kan gebruiken op je uh, jou en je maten, hun healthbar en je hebt uh, abilities zoals een dash, of een, of een wall die je neer kan zetten, het is uh, supersnel, ik ben een uh, uh, na heel veel Valorant gespeeld hebben, met heel langzaam door hoekjes te, te schuifelen. En hier opeens ga, je, opeens ga je springen over daken en achter elkaar achtervolgen. Was het was een beetje een kleine clash, maar uh, ja, ik, ik heb me best vermaakt met deze Hyperscape. Nou, is Valorant natuurlijk ook geen Battle Royale? Dit is wel een Battle Royale, gewoon je begint mm -hmm. weer met 100 man. Volgens mij begint nu het potje. Als het ware, ja. uh, moderne stad, um, 100 spelers. En um, inderdaad, het heeft een behoorlijke quake-pacing, inderdaad. En um, ik was altijd meer een fan van Unreal, omdat die, dus die platformen, dus dat, 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 moet ik het even goed zeggen hoor, dat verticale verschil, dat springen. Ik was zo slecht in het springen, man. En de hele tijd weer mis en dat soort shit. En dat vond ik niet zo tof. Uh, dat, dat, dat is in deze game um, uh, best wel een beetje van belang. Wat dat gaat natuurlijk feitelijk het hele verhaal zijn. Ik bedoel, Battle Royale. Ik bedoel, dat doen we nu al een aantal jaren. Uh, die markt is redelijk vast. Ik bedoel, uh, Fortnite is nog steeds huge. Warzone is gewoon heel veel. Uh, die wordt ontzettend veel gespeeld, ook op Twitch. Die is echt uh, marktaandeel aan het pakken. Uh, PUBG doet ook nog altijd wel zijn dingetje. Um, maar er zijn daarnaast nog heel veel andere Battle Royale games die allemaal proberen op een bepaalde manier anders te zijn. Dus het, het draait allemaal om, in hoeverre is dit dan dermate anders... dat jij denkt, fuck Warzone, fuck Fortnite, fuck al, de, al die andere games. Ja, dat was ik, wat ik al zei, het is de snelheid die deze game uniek maakt. De constante actie bij Warzone heb je soms wel eens... ik ga even lekker in, in een gebouwtje zitten wachten tot ze langs komen lopen. Hier gebeurt dat niet. Zoals dus je kunt zien, je bent mensen aan het achtervolgen die uh, op taken uh, springen... Uh, je moet mm -hmm. constant die abilities gebruiken. Zoals je kunt zien, er zijn heel veel uh, platformen waardoor je 30 meter de lucht ingeschoten wordt. Uh, er, ja. is, er is geen korte, kleine pauze in deze game. Het is constante actie. En als je daarvan houdt, is dit jouw battle jou, Als je meer houdt van ik ga uh, looten, langzaam looten, uh, uh, van gebouwtje naar gebouwtje en misschien kom ik wel iemand tegen, dan is Warzone iets meer voor jou. Maar, maar waarom. Kijk, als het, is het dan zo van wat, wat, wat levert jou nou uh, de meeste punten op, als het ware. Ik bedoel, je kan natuurlijk ook zeggen van ik ga gewoon de hele tijd campen. Dus er is ook weer een cirkel die kleiner wordt, lijm ik aan? Nee, het is nu de, de, de map is een stad en die is in wijken en sectoren opgedeeld. En elke keer uh, valt er een sector weg. Die gaan, heel heel langzaam dissolft die. Dus dan zie je heel langzaam zie je allemaal gebouwen wegvallen. En okay. uh, zoals je kan zien, je hebt ook geen uh, minimap of iets in die richting. Je moet gewoon kijken van waar is uh, welke gedeelte van de stad is nog over en daar kan ik nog heen. En zoals ja. je hier kunt zien, ik ben, ik ben neer en als je dan, als je down bent, dan ben je een soort ghost en dan moet je op een bepaald vierkantje gaan staan en dan wachten tot iemand van je team er ook op gaat staan en dan ben je revived. Dus constant in beweging blijven, ook tijdens dat je dood bent. Oké, okay, en, en, en je kan dus ook nog scouten, dus uh, als je dood ja, bent. Ja, precies. Ja, ja um, dus. nou, wat ik bedoel is... van <coughs> uiteindelijk draait het natuurlijk om Battle Royale... dat je als laatste overblijft. Dus je zou ook kunnen zeggen... nou, dan ga ik ergens gewoon in een gebouwtje zitten. Weet je wel, je weet ongeveer... oké, okay, nou, dat is de laatste sectie. Dan ga ik gewoon wachten tot iedereen ongeveer weg is. En die laatste, die pak ik dan wel. Waarom is dat niet de manier om dit spel winnend af te sluiten? Omdat je dus moet looten voor betere wapens? Om, daar zit echt ja. die... Oké. Okay. Ja, het is, je hebt dus... Uh... Wapens, uh, als je hem voor de eerste keer oppakt, heb je een level 1 wapen. Als je dat wapen, bijvoorbeeld hier heb ik een sniper vast, en je vindt dat nog een keer, die sniper in de map, dan krijg je de level 2 sniper. En stel dat je dan het hele, het hele potje aan het campen bent, en uiteindelijk moet je dus. Uh, uh, zijn er zijn nog twee squads over en dan moet je vechten. En ja, de squad die constant door de map aan het rennen is en alle level 5 wapens heeft gevonden, doordat ze vijf keer hetzelfde wapen begonnen. Heb ik natuurlijk een voordeel van iedereen die nog maar een level 1 wapen of een level 1 ability heeft? Mm -mm. Um, grafisch gezien, ja, het is een bepaald stijltje. Het is een beetje futuristisch. Ik vind het niet, ja, weet je wel. Ik, net als met Valorant, ik, het is niet, niet zo helemaal mijn stijl. Ik vind dan de warzone realisme vind ik ietsje toffer. Uh, belangrijk is natuurlijk, Framerate. Hoe speelde het? Ja, het, het? Het speelde mij heel vloeiend. Het komt gewoon in 144 uh, fps draaien. Alleen. Um, ja, volgens mij was, is het nog een technisch probleem. Hij pakt heel veel van je CPU. Uh, ik denk dat het nog een technisch uh, dingetje is, want het is ook een technische beter. Maar het speelt heel vloeiend weg. Het, uh, het is van Ubisoft. Dus sommige uh, mensen zeggen dat uh, Rainbow Six soms niet heel vloeiend speelt. Nou, dit speelt echt heel erg vloeiend weg. Het springen, het uh, emen, uh, ook de hitrack, dus de, hoe, hoe kogels aankomen. Het voelt allemaal heel heel natuurlijk. Mm -hmm. Okay. De, game um, de game heeft ook een hele ja, goed. De game heeft ook een heel erg gefocust op Twitch. Um, ja. Omdat ze, ze hebben natuurlijk een release gedaan op, uh, op Twitch met een Drops. Maar ook als je Twitch streamer bent, kan je je kijkers uh, laten kiezen voor een aantal, aantal uh, events die er gebeuren. Dus stel dat er zit een Twitch streamer in je, in je potje, dan kan je zomaar krijgen dat je opeens een willekeurige Low Graph, uh, een, dus een Low Gravity modus, krijgt. dan aan, of een Infinite ammo modus. Uh, dus, uh, dus het loont ook al als je de game streamt, dat, je, dat de kijkers ook nog wat uh, input op de game kunnen hebben. Aan de ene kant ja. is dat heel leuk voor de streamers zelf. Dat je bijvoorbeeld uh, uh, iets meer met je kijkers kan doen, maar als je een random andere gast bent in het potje dan, dan heb je iets minder voordeel. Dat is waar. Uh, logisch natuurlijk dat zij ook uh, 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 op Twitch inzetten. Um, hm. Zij deden dus eigenlijk een beetje de exactzelfde aanpak. Als Riot Games eigenlijk altijd doet, namelijk van fuck de media. Uh, we doen het gewoon helemaal via Twitch. Grote streamers, die krijgen codes. Al dan niet betaald, weten we niet. Uh, die gaan spelen, er wordt gedropt. Uh, hè, meer codes, dus je moet naar die stream kijken. Meer mensen gaan het spelen, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, wij kregen uiteindelijk ook via de mail een paar codes. Jij vinger één. Opvallend was dag één en dag twee um, uh, enorme pieken. En eigenlijk al tijdens de laatste beta, de laatste dagen, ging het van nummer 1 meteen naar nummer 17. Dat is natuurlijk een beetje griezelig. Uh, waar denk jij dat dit aan lag? Want Valorant had dat niet. Tot het laatste moment bleef het gewoon fucking druk. Iedereen wilde die game spelen. Die hype is bij Hyperscape, leuke koppeling, uh, is er gewoon niet. Um, is dat Ubisoft, omdat ze hier nog geen naam hebben? Of ja, waar, hoe kun ja, je dat verklaren? Nou, ik denk dat bij Valorant heel veel mensen zaten... op die game al te wachten. Riot Games... die een shooter maakt, de, dat, was al, dat was al... een ding. Dus iedereen was... Uh, excited voor die game. En heel veel mensen die waren ook... oprecht excited voor Valorant om te spelen. Want iedereen keek er naar. Hier, iedereen die het al keek... die kreeg een code voor de, de, de beta. Uh, iedereen... Uh, uh, die... Uh, er zijn heel veel... influencers die hebben die game gekregen en... die niet echt heel erg passen bij die game. Zoals... Daarom was er ook heel veel mensen die streamden de eerste dag, omdat ze het toen mochten en konden streamen. En daarna gingen ze weer terug naar hun eigen game. Het, ja. het, deze game is misschien wel meer niche dan Valorant, omdat het zo snel gaat. Echt die arena shooters stel, het uh, moet je maar liggen. Die hele Twitch bewegingen, dat je uh, constant uh, in plaats van alleen maar horizontaal moet kijken, ook naar boven moet kijken. Het, het moet je wel heel erg liggen. Ja. En ja, de, mensen waren niet echt uh, hyped omdat die game. Er was geen toeleving naar die game. De, deze nee. game was er gewoon. Ze hebben het inderdaad ook uh, opeens, uh, uit, uh, de, uh, opeens hebben ze het uh, aangekondigd. En vrij snel daarna was inderdaad de beta. Goed, slotvraag. Uh, jij hebt Valorant gespeeld. Uh, jij hebt Rocket Arena gespeeld. Uh, inmiddels heb je hem ook al mogen reviewen, maar daar mag je verder niks over zeggen. En je hebt dus Hyperscape uh, uh, verteld. Nou ja, goed, het is allemaal een beetje de, de, de drie nieuwkomers als het gaat om streaming games slash e-sports. Um, jouw persoonlijke mening, welke? Als je nou naar een onbewonend eiland wordt gestuurd door mij... zonnig en alles erop en eraan... Um, welke game, je mag één game meenemen... welke gaat dat dan zijn? Ze ja, zijn niet heel erg met elkaar gelijkbaar... Ja, maar, maar uh, ja, het is allemaal al drie gewone soort games. Maar, ja, oké. Okay, maar als ik dan zou ik moeten kiezen, uh, kies ik Valorant. Omdat ik weet van Riot Games... hoe goed zij die game ondersteunen. Uh, hoe, hoeveel, uh, hoeveel content ze erop droppen, omdat ik ook heel veel League of Legends heb gespeeld... Uh, die game uh, vind ik zelf ook be het beste spelen qua al die games. En uh, ja, het heeft iets meer een competitieve insteek. Als we toch naar e-sport kijken, dan is Valorant het beste. Al moet ik wel zeggen, okay. ik vind Hyperscape ook echt wel een hele toffe game om nog een keer te gaan proberen als de game echt uit is. Want uh, bijvoorbeeld de Solos-modus zat er nu in, maar ik denk dat het ook perfect is voor deze game. Um, ja. Dus ik, ik zou zeggen Valorant, maar ik ga, deze game, de Hyperscape, ga ik zeker niet uh, links laten liggen. Oké, okay, nou dan voeg ik daar nog even aan toe. Uh, Ubisoft, je kan veel over ze zeggen, en dat doen we ook altijd. Niet altijd even positief, maar over het ondersteuning van... Online multiplayer content. Als je kijkt naar Rainbow Six en zelfs naar For Honor, wat ook nog heel weinig mensen spelen. Daar zijn ze heel goed mee bezig. Die, die, die games die pakken ze echt goed op. Dus dat geeft mij dan wel weer vertrouwen. Uh, we houden de games in de gaten. Hij, uh, gaat ook... Het gaat niet zo heel lang meer duren voordat Hyperscape uit is. En uh, dan gaan wij zeker de review doen.